Jongens, ik roep van DNPNL met vandaag een nieuwe video voor jullie. En vandaag ben ik hier met een kleine miniserie. Zoals jullie weten heb ik een 193 eraf gehaald. Yes, let's go! 193, kom op! Oh, ik heb er zoveel squads over gedaan. Echt normaal. Om precies te zijn, dan kunnen we nu zien. 145 moker squads. Heeft Mattie een 194 eraf gehaald? Ja, mijn vierde mogen toch eraf! Kijk hem, 194. Maar nu is het tijd, mensen. Ik ga een 195 draf halen. Het kan gewoon. Ik heb één draf gedaan en toen kreeg ik dit. Ja, het is net geen 194, ik weet het. Maar maakt niet uit. Alleen als ik dit doe, krijg ik er nog eentje bij. Maar dan gaat mijn rating naar beneden. Dus ja, kan niet. Helaas, dikke poperkaas. Mensen, 195 draf. Vinden jullie dit nou leuk? Doe zeker een duimpje omhoog. 5000 likes zou helemaal top zijn. Abonneer op mijn kanaal, kan hier beneden. En dan gaan we gewoon voor die 195 draf. We gaan er gewoon echt voor. Yes. Geef mij een goede opstelling. Dit is wel oké. Dit is wel oké opstelling. Niet heel goed, maar gewoon oké. 99 pele. Ah, heel slecht. Zaak. Dit wordt hem wel, denk ik. Ik heb het gevoel dat dit er wel gaat worden zo. Jongen, jongen, wat slecht. Jongen, ik moet 195. Dan mag je gewoon niet eens één slechte speler krijgen ongeveer. En ik heb er nu al 3. Ja, dan wordt het gewoon kansloos. Je hebt nu wel eens rechtsback die Alexander Arnold. Die is 94. Dat is wel echt ziek lekker. Daar krijg je echt wel tering voor hogere ratings en zo. Dus dat is wel nice, ja, maar ja. Dit gaat toch niet worden, hè, mensen, als we even heel eerlijk zijn. Ja, maar ik dacht echt van, hier zit wel potentie in, maar niet echt dus. Dus het heeft geen zin om hier lang bij stil te staan. Op naar de volgende draf. Let's go. Volgende draf. Nou, even een goede opstelling. 4-3 aanval. Jawel, jawel, daar zijn we dan. Daar zijn we dan. Back in business, back in town. Jawel, jawel, jawel. En we beginnen met helemaal niks. Zoals gewoonlijk, lekker. Ah, Van Dijk. Heel fijn. Nee, jongen, dit werkt niet. Ik moet 99's hebben. Ik moet 99's krijgen. Wat is dit? Oh, ik klikte eigenlijk één tikje te veel, maar het was goed. Want ik heb nu 99 van. Oké, daar gaat het nog. Bam. Zilvers. Oké, hebben we die gehad in ieder geval? Nee. Ah, ja. Nee, ik zou ook beter spelen. Ja, nee, ik heb verpest. Ja, ik ben gewoon verpest. Ik heb gewoon verpest. Ja, heel slecht. Oké. Volgende draf. Another one. Door de 4-3-2-1. Ja, de 4-3-2-1. Dit gaat hem worden, mensen. Ja. Ja, Cruijff, uitstekend begin. Dat is niet slecht, maar ik moet echt hoger. Ja, die heb ik nodig, de 93. Ik heb echt gewoon 99 nodig voor de... Ja, dit is goed. Die moet ik hebben. Ja, kijk, hop, jij erin. Oké. Hazard, nee, ga ik niet voor. Ik moet gewoon hopen op een Hazard van 98. Okay, dit is wel goed, even kijken. Emre Can. Wat een dramatische speler, zeg. Jeetje. Dit is dramatisch kak. Wauw, ik kijk nog wel hem, maar ja. Het is niet eens zin om dit te doen, want ja, ik ga hier echt helemaal niks uitkrijgen waar ik blij mee ben. Oké, nou, geef me nou even een goeie. Nu ben ik klaar met dit gezeur. 4-3, prima, maar misschien gaan we toch een keer voor 4-5-1 gaan proberen. 4-5-1, let's go. Geef mij wat goeds. Ja, Giggs ben ik blij mee, Giggs ben ik erg blij mee. Giggs is goed. 99 Ronaldo, oh mijn god, wat slecht. Dabber, de boer. Bam, 99 Pelé, oké. Kom maar, 98 Maradona, 98 Maradona. 91, en bam, 93, oké, dat is goed, maar kijk. Nadeel is, je hebt echt hoger nodig van 195. Echt veel hoger. Oké, weer slecht. Volgende. Draft token, let's go. Deze gaan we voor, denk ik. 4, 2, 3, 1, breed. Kom op, geef wat goed. Niet goed, absoluut niet goed. Ga voor Nagata, want ik moet toch echt de bruine... Oh, dit is zo tante slecht. Ja, ik kan deze nu al opgeven, oprecht. Zou je afvragen, Koeman, waarom geef ze snel op? Nou, je moet aan het begin echt die 99's pakken, anders ben je gewoon echt kansloos. Echt lekker de slechtste. En dan krijg je nu een paar goeie, maar het maakt niet uit. Het maakt niet uit, mensen. Het maakt oprecht niet uit. Kijk hoe slecht deze draft is, serieus. Ho! Dit is oprecht de slechtste draft die ooit gemaakt is, denk ik. Dit is niet normaal. Moet je zien? Wat slecht! Wauw! Wauw! Volgende drafje. Geef mij wat goede spelers. Ja, Messi. We gaan ook een keer voor Messi. Kijk, hier Ronaldo. Bam. Dit is een begin, mensen. 34 Messi en 99 Ronaldo. Dat is lekker. Alleen de rechtsmid is altijd slecht. Behalve nu. Mijn rechtsmid is zeker... Ja, 91 zie je echt op zijn best. Nee, niet eens. Fiasco. Dit is een fiasco. Jeetje. Ja, heb ik 2 silvers op dit team. Dat is ook nog niet waar. Nou, gewoon een slechte klote eraf. En dan komt hij wel meer. Ja, op naar de volgende. Wat is... Slecht! Daar gaan we weer. Een lekkere 4-3-3 zie ik hier zien. Zie ik hier staan, bedoel ik. Zie ik hier zien. Ja, zie ik hier 36. Eusebio! Pogba! Tantu slecht! Oké. Wan-Bissaka. Oké. 36 vooraan. Oké. Wow, die achterhoede is heel smerig. Oh, jammer dat ik niet ook nog... waarom kies ik hem? Stel je voor, ik had ook nog Marcelo gehad. Dat ik een hele smerige achterhoede gehad. Ik heb een paar lage spelers. Voor de rest heb ik echt wel goeie, maar... Oké, ik zit even na te denken, mensen, maar... Ja, dat gaat niet zo goed. Even kijken, die kunnen we daar neerzetten. Dan hebben we 96. Maar ja, hebben we geen rating. Maar ja, ik heb de hele slechte wissels. En dat gaat mij killen. Want ik ga geen constant goede spelers hier krijgen. Ik heb wel Alisson, waar we niks aan hebben. Daar baal ik van. Hiernaast krijgen we helemaal niks. Zilver, heel slecht. Ik ga het ook niet halen, denk ik, mensen. Ik vrees wel de ergste. 90. Nee, daar gaan we. 88, denk je van een Icon 88. Ja, heb je ook toch echt geen reet aan. Nee, helaas. Pindakaas. Ik baal hier wel van als een stekker, moet ik zeggen. 4-3-2-1 of 4-2-2. Nee, we gaan toch voor 4-3-2-1. Denk. Ja, dit is wel de opstelling waarvoor we gaan. Als het eigenlijk niet zo heel slim. Maar dit is wel een heerlijk begin. Kom op, geef mij nu meteen nog een Icon ernaast.
Oh, lekker, lekker. Dit vind ik lekker. Dit vind ik heerlijk. Nog eentje ernaast. Bam. Geen icon. Wel 91 sterling. Dat is een prima begin dit. Prima, prima, prima. Even kijken wat goede wissel is. Dan krijg je aan Neymar. Ja, daar gaan we toch maar wel voor. Hebben we hier. Cheeky, cheeky. Goed, Braziliaans heb ik nodig dus. Ja, dit is matig. Oh, Hazard gemist. Ik haal mijn leven. Moet wel zeggen, ik mis hier toch wel, om heel eerlijk te zijn, de 90 Modric. Wel weer een paar goeie, dat is het ook. Dat is het probleem niet. Maar ja, ik heb nu echt zo weinig kennis hier, dat ga ik echt nooit goed maken. Maar ja, en ik heb een zilver erin staan. Jeetje, mina. Wat slecht, wat slecht, wat slecht. 2000 years later. Drafie. Ah, Lineker. Messi, Sanchez denk ik. Ja, Sanchez. Oeh, Robertson. Die Tunesiërs zijn zo lekker om te krijgen. Ongekend. Oeh, vooraan. Oké, doe maar, doe maar. Dan gaan we nu maar Sergio Ramos. Kom op, Sergio Ramos. Een piquetje. Oh, lekker. Ja, wat ik zeg over de Tunesiërs. Heerlijk. Nou, geef me een goed keepertje. Dan zijn we binnen nou. Oké, 95. 95 rating, jongens. Die 195 eraf gaat eraan komen. Ik voel het. Oh, Son. Lekker. Kom op, lekker. Ik word gewoon weer keihard genaaid met die bank. Het is echt niet normaal, ik zweer het je. Dit is toch gewoon klote dit. Gewoon helemaal niks. Ik heb zoveel drafts gedaan inmiddels. What the fuck. Oh, plus 5, oké. Okay. Oké, okay. Gaat een rating af. Klote. Die heb ik 193, dat wil ik niet. Ik ben 194. Ik ben echt heftig aan het nadenken, maar ik zie het toch gewoon nog even niet. Dit moet toch kunnen, zou je zeggen. Die Arnold, die moet er gewoon in. Die Arnold moet erin. Maar ik mis zoveel chemistry als ik Arnold erin zet. Gewoon 5. Je moet er 194 uit halen. Even serieus, kom op. Dit kan toch niet anders. Centerback. Ja, 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 ja. Hoezo 193, wat is dit? Weg met shit, nee. Lekker 4-3. Oké, nu moet ik even coach kop geven, maar niet een goede coach. Geef me een goede coach, geef me een goede coach. Ik zweer je, ik heb hem gewoon. Ik zweer je, maar ik heb hem zo moeilijk, oké. Hoe zien we dit allemaal? Yes, ik heb 194. Lekker dan. Lekker, ja, het is hem. Yes, ongekend. Ja, je ziet het, 194. Kom op dan. Kom op, Matty. Fuck you, ik weet, ik heb 200 seasons nodig gehad, maar maak me geen reden uit, want ik ga eerder die 195 halen dan jij. Ik ga 195 eraf, want ik heb nu al 194. Yes! Yes! Ik ben oprecht fucking blij mee. Mensen, ik hoop dat je deze video leuk vond. Als je hem leuk vergeet hem zeker niet te liken. Doe zeker een duimpje omhoog op deze video. Wil je mij abonneren, kan ook hier beneden. 194 draft, let's go! Ik ben er minder blij mee met 193, want deze ging eigenlijk best wel makkelijk. En ik heb ook het gevoel dat je oprecht een 195 kan halen. Dus ik mis echt nog heel veel goede spelers. Ik denk als je die allemaal krijgt dat je echt 195 kan halen. Het is ook tering laat. 2 uur pauper s'nachts. Maar ik heb hem gehaald. Ik ga nu lekker pitten. Eindelijk. Yes! Kom op dan. Ik hoop je het leuk vond, mensen. Doe zeker een duimpje omhoog en dan zie ik jullie weer bij de volgende video. Later. Kom maar.